In de vorige video zagen we hoe de Berlijnse muur werd gebouwd en dat dat uh, er niet voor zorgde dat er een groot conflict ontstond tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En daar gaan we in deze video ook weer eens verder naar kijken. Die relatie tussen die twee en uiteindelijk komen we dan ook terecht bij Willy Brandt en zijn oostpolitiek. Maar eerst eens even naar die twee grootmachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Want die hadden in 1962 net de Cuba-crisis achter de rug. Waarbij een derde wereldoorlog, ja, die was nog nooit zo dichtbij geweest. En vanaf dat moment beseffen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie dan ook dat die Koude Oorlog misschien wel uit de hand kan lopen. En als dat gebeurt, dan wordt een onbeheersbaar nucleair conflict. Onbeheersbaar op twee manieren. Ten eerste zou de kernwapenwetloop dan tot de kernoorlog kunnen leiden. En daarmee zouden grote delen van de wereld misschien wel vernietigd kunnen worden. Zo sterk waren die wapens, zoveel waren het er ook vooral. En omdat het er zoveel waarde en het er ook steeds meer werden, want het was dus een wedloop, eh, ja, zorgde dat er ook voor dat eh, dat gewoon enorm veel geld kostte. En, en die kosten begonnen ook te pan uit te reizen en daar moest dus ook iets tegen gebeuren. Nou, dat leidt er uiteindelijk toe dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie toenadering tot elkaar kan zoeken. En in die periode wordt ook wel detente genoemd, de periode van ontspanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Die begint aan het einde van de jaren 60 en duurt tot het einde van de jaren 70. Het was niet zo dat ze vrienden werden van elkaar of samen gingen werken, maar de relatie werd in ieder geval beter en er werd meer gepraat over en weer. Ja, en eigenlijk zie je dat West-Duitsland, de BRD, hetzelfde gaat proberen te doen met Oost-Duitsland en andere landen in Oost-Europa. Zij willen ook graag de relatie wat beter hebben. En uh, we hebben het gehad over Konrad Adenauer, dat dat eerste kanselier was. Zijn opvolger is uh, Willy Brandt, die we hier zien. En uh, hij gaat dus proberen door middel van de Oostpolitiek, de politiek van het Oosten, om die relatie te verbeteren. Adenauer die was heel erg van de westpolitiek geweest in de jaren 1950. Dat had er ook voor gezorgd dat uh, de BRD West-Duitsland heel snel geïntegreerd raakte in de westerse wereld. Maar het zorgde er tegelijkertijd voor dat de relatie met Oost-Europa, met Oost-Duitsland, een stuk slechter was. Ja, en daar wilde Willy Brandes dus iets aan gaan doen. Uh, hij ging vanaf 1969 met zijn oostpolitiek aan de slag. Uh, toenadering zoeken tot het oosten, zodat het wantrouwen in Oost-Europa minder groot zou worden. Hij wist natuurlijk ook wel dat hij ook het Westen tevreden moest houden en dat hij uh, daar ook wel een beetje met argus ogen naar keek. Dus hij blijft zich ook actief inzetten voor de Europese integratie. Hè. Dus uh, we hebben het gehad over de EGKS. Nou, uiteindelijk wordt dat de Europese economische gemeenschap. Niet alleen samenwerking op het gebied van de kolen- en staalindustrie, maar op economisch gebied sowieso. Uh, daar neemt hij echt het voortouw ook in. Uh, tegelijkertijd blijft West-Duitsland een hele belangrijke partner binnen de NAVO. Er zijn enorm veel Amerikaanse militairen, zijn ook in West-Duitsland gelegerd. En uh, het blijft dan dus ook een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten. Dat is iets wat Brandt ook keer op keer zal benadrukken aan de Amerikaanse regering. Maar goed, zijn oostpolitiek zorgt er wel voor dat er toenadering komt tussen de BRD en de DDR. En uiteindelijk erkennen ze elkaar in 1972 als gelijkwaardige staten in de internationale politiek. Adenauer had, nooit, had altijd nog gezegd van uh, nee, ik herken de DDR niet, want ik ga alleen maar voor één Duitsland. Uh, maar uh, Brandt die zegt dus hier van nee, die DDR is wel degelijk, een gelijkwaardige staat. En andersom doet uh, de Honecker van, uh, van de DDR, doet dat ook over de BRD. Wil dat zeggen dat het daarmee vrienden waren? Nee, ook absoluut niet, want er was nog een duidelijk verschil van mening over hoe Duitsland er in de toekomst zou moeten uitzien. Brandt ging zeggen dat die Duitse eenheid nog steeds te streven moest zijn, net zoals Adenauer dat ook al had gezegd. Maar uh, Honecker, dus, de, de, de opvolger van Ulbricht in de DDR... Die uh, staat wel open voor die Oostpolitiek, maar hij zegt ook meteen dat het nooit meer tot, een, uh, ja, tot één gemeenschappelijk Duitsland uh, kan komen. Hij ziet die deling van Duitsland echt als definitief.